In Arnhem was zondagmiddag een demonstratie van 88 gele hesjes. De demonstratie had de vorm van een wandeling van het Centraal Station naar het Muzespark. De gele hesjes zijn een protestbeweging die online startte in mei 2018 en leidde tot demonstraties die op 17 november in dat jaar in Frankrijk begonnen en zich relatief snel verspreidden naar onder andere België en Nederland. De organisatie van de protesten verloopt vooral via sociale media. In Frankrijk kwam de beweging op gang naar aanleiding van de verhoging van de brandstofaccijns en de stijgende kosten van het levensonderhoud. Waar ging die demonstratie over? De demonstratie ging over om mensen beter te informeren over waar de gele hesjes voor staan en om mensen met elkaar te verbinden. Waar staan de gele hesjes voor? De gele hesjes is een burgerbeweging en wij willen heel graag met z'n allen het bindend referendum terug en daar knokken wij met z'n allen heel hard voor. En dat is eigenlijk onze grootste vraag of eis om dat terug proberen te krijgen. Er is nu een Arnhemse tak van de gele hesjes. Die is verbonden aan de landelijke en de wereldtak, denk ik. De landelijke, de internationale. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Ja, door heel Nederland zitten we eigenlijk. Hoeveel mensen zijn lid van die Arnhemse tak? Ongeveer 639 tot nu toe. En dat aantal kan alleen maar groeien. Alleen zie ik die 639 nog niet bij de demonstraties. Dat klopt. We zijn blijkbaar nog niet bekend genoeg. Of het is nog niet duidelijk genoeg waar de gele hesjes voor staan. En dat is een beetje jammer, maar we doen met z'n allen ons best. Maar zondag waren jullie toch met 88 mensen van het station naar Muzespark aan het lopen. Ja, en het was reuze gezellig en we hebben heel goed mensen kunnen informeren. En het onderling verbinden met elkaar was ook erg gezellig. We hebben in ieder geval een hele leuke dag gehad en we hebben aardig wat flyers uitgedeeld. En ik geloof dat jullie televisiezender de enige was die erbij kwam om foto's te maken, want de rest hadden we wel gestuurd, maar die kwamen niet. Wat is eigenlijk de kernboodschap, het doel en de bestaansreden van de gele hesjes? Omdat wij het niet eens zijn met de huidige vorm van het beleid wat gevoerd wordt in Nederland. En wij willen daar graag veranderingen zien en door middel van een bindend referendum. Jullie hebben ook een manifest. Wat voor punten staan er nog meer in? Het manifest is eigenlijk een alomvattend manifest. Eigenlijk geschreven door een aantal gele hesjes. En die behandelen eigenlijk elk punt wat er mis is in Nederland. Of waar we vragen over hebben. Of waar we graag verbeteringen willen zien. En het manifest is in ieder geval op bijna elke gele hesjesgroep is dat wel te vinden.